welkom bij deze nieuwe video. Ze zijn hier buiten voor de deur letterlijk takken van de bomen aan het zagen. Dus als je de hele tijd een irritant zaaggeluid hoort op de achtergrond, I'm sorry, maar dit geluid, ze houden gewoon niet op. Maar goed, ik hoop gewoon dat ze zo meteen klaar zijn. Altijd wanneer ik begin aan een video, besluiten mensen om buiten luidruchtig te gaan zijn. Maar goed, ik heb vandaag een dupes video voor jullie. Ik heb volgens mij letterlijk zo'n video al in 3 jaar of zo niet meer gemaakt. Ik heb het ooit gemaakt in het begin toen ik net begon met YouTube. En ik dacht, het wordt weer eens tijd voor een goede oldschool full face met dupes video. Nou, wat is een dupe? Een dupe is een betaalbaar alternatief van een duur product. Dus je hebt één duur make-up product en dan heb ik een goedkoop alternatief die er echt letterlijk precies hetzelfde uitziet voor echt like 1/10 van de prijs. Dus ik heb weer een aantal producten verzameld en ik heb voor jullie een full face met allemaal dupes die echt goed zijn. Dus jullie gaan echt iets hebben aan deze video en je kunt lekker geld besparen, want als je een betaalbaar alternatief hebt van iets duurs, dan waarom zou je in hemelsnaam het dure product halen? Vroeger, echt een aantal jaar geleden, was een dure make-up echt beter dan betaalbare make-up. Betaalbare make-up was over het algemeen gewoon echt best wel slecht. Maar nou, in 2021, betaalbare make-up is echt gewoon goed. Merken als Elf, Make-up Revolution en zelfs merken als Essence en Catrice really stepped up their game. En ze hebben echt hele goede make-up. Dus ja, tegenwoordig hoef je echt niet meer per se heel veel geld te besteden aan een make-up. Dus ik ga jullie vandaag alle dupes laten zien. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. En ik heb hier 2 primers die heel erg veel op elkaar lijken. De dure versie is de Milk Hydro Grip Primer. En de betaalbare versie is de Elf Mint Melt Cooling Face Primer. Deze 2 producten zien er niet alleen identiek uit. Ze voelen ook echt identiek aan. Ze zijn allebei een beetje zo groenig. Het is een soort van jelly. Alleen de ene is heel erg duur en de andere is lekker betaalbaar. Dus wij gaan vandaag deze primer aanbrengen. Het enige verschil wat ik wel echt merk is dat deze van Elf na een tijdje een beetje stroef wordt. Dus het wordt een beetje stroef met aanbrengen en dat heeft deze van Milk niet. Maar voor de rest, ze zijn allebei plakkerig, allebei een jelly en ze zorgen er allebei voor dat je make-up goed blijft zitten. Dit is, zijn ze dan naast elkaar. De groene is van Elf en die andere is van Milk. Je kunt ook zien dat die van Elf iets meer waterig is en die is iets groener. Maar voor de rest, het is gewoon allebei een hele plakkerige jelly. De Milk Primer is hier niet eens te koop. Die is alleen maar te koop bij Sephora. Dus het is wel fijn dat we een alternatief hebben. En deze is gewoon te koop bij Douglas. Ik ga beginnen met de rechterkant. Mijn rechterkant wordt mijn dure kant. En de linkerkant wordt mijn goedkope kant. Of ja, links en rechts is voor jullie andersom. Ik ga beginnen met de Milk Primer. En die smeer ik in op de helft van mijn gezicht. En dan die van Elf aan de andere kant. Dan gaan we verder met foundation. En ik heb hier weer een dure en een betaalbare. De dure versie is de Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation. En de betaalbare is de Elf CC Camo Cream Foundation. Ik vind dat deze 2 oprecht op elkaar lijken. En ik zal jullie nog eens iets zeggen. Ik vind die van Elf beter, want die is iets minder droog. Deze van Naked is echt een beetje een droge formule. Voor mensen met een droge huid zoals ik, is deze eigenlijk net iets te droog. En dat heb ik niet met die van Elf. Maar voor de rest, ze lijken super veel op elkaar. De formule lijkt echt heel erg veel op elkaar. Die van Elf heb ik, by the way, in de kleur medium 330. En die van Urban Decay in de kleur 50WY. Ze hebben allebei een medium tot volledige dekking. Ze zijn allebei opbouwbaar. Blenden allebei fijn in. Ik vind ze heel erg fijn. Maar ik vind dus zelfs die van Elf iets beter dan die van Naked. Oké, ik ga beginnen met die van Urban Decay. Ik zeg heel de tijd die van Naked. De foundation heet Naked, maar het is van Urban Decay. Dan doe ik die op deze helft van mijn gezicht. En dan aan de andere kant breng ik deze aan. En die breng ik aan met de andere kant van de spons ook. Kijk dan, zelfs de kleuren lijken zoveel op elkaar. Kijk even dit. Het is gewoon alsof ik gewoon 1 product heb over mijn hele gezicht. Nou, zou jij nou kunnen zien dat ik 2 verschillende foundations op heb? Ik totaal niet. Ze lijken zoveel op elkaar. Oké, dan ga ik mijn gezicht cream contouren. Of ja, het is niet echt contour. Het is een beetje een cream bronzer. En daarvoor heb ik ook 2 producten. Ik heb hier de Chanel Soleil Cream Bronzer. En de betaalbare versie is de XX Revolution Bronze Skin Cream. Deze 2 zijn echt een dupe van elkaar. En die van Chanel is echt super duper duur. Oh my god. Deze is ook een beetje licht voor mijn huidskleur.
kleurtjes. Ze zijn nou eindelijk na een aantal jaar uitgekomen met ook een donkere versie van deze bronzer. Maar dat is echt een hele donkere versie. Dus echt voor de donkere huid is ook weer te donker voor mij. Ik mis nog een beetje een soort van medium kleur. Maar als ik gewoon ga voor een soft cream bronzer, gewoon voor een beetje een soft effect, dan is deze ideaal. En deze cream bronzer van XX Revolution is letterlijk een dupe. Eigenlijk is de lichte kleur een dupe. Deze XX Revolution bronzer is er wel in 3 kleuren. En eigenlijk is de lichte kleur een dupe van deze Chanel. Als je echt de precieze dupe wilt, dan moet je de lichte kleur pakken. Maar ik heb de medium kleur gepakt, omdat deze beter matcht met mijn huidskleur. Dus nou is het niet echt meer een dupe qua kleur, maar zeker nog wel een dupe qua formule. Ze zijn allebei super boterig. Ze zijn lekker creamy. Ze blenden lekker in. Ik vind ze echt allebei heel erg fijn. Ik moet wel zeggen, als ik één van de twee moet aanraden, die van Chanel is wel een tikkietje beter, omdat die toch net iets meer boterachtig is en iets beter blendt. Maar voor de lage prijs is deze ook echt heel erg goed. Dus ja, ik vind ze allebei heel fijn. Oké, nou ga je wel denk ik kleurverschil zien, maar whatever. Ik ga beginnen met Chanel. De kwast die ik hiervoor gebruik is van Makeup Studio. Kwast nummer 35 is een kleine stippling brush. En dan ga ik er gewoon zo in. En dan ga ik gewoon hiermee mijn gezicht een beetje cream bronzen. Ik ga geen poederbronzer aanbrengen, denk ik. Want ik wil gewoon dit echt gebruiken als bronzer. Het is een beetje een universal kleur. Dus een kleur die op heel veel huidskleuren gaat werken. En dat vind ik ook best wel. Ik denk alleen niet dat hij werkt op een donkere huidskleur. Want al voor mij is hij een heel klein beetje licht. Dus ik denk dat deze bronzer alleen maar werkt voor de licht en de medium kleuren. En niet voor mensen met een donkere huidskleur. Maar zoals ik al net zei, ze hebben dus nou ook een donkere kleur uitgebracht. Dit is echt zo. Zo'n creamy product. I love it. Het ruikt ook echt heerlijk. En dan maak ik mijn kwast schoon in dit schoonmaakspons dingetje. En dan ga ik in met die van XX Revolution. Ja, ook echt lekker creamy, lekker boterachtig. Kijk dan dit. Dit is echt fantastisch, jongens. Oh my god, I love it. Het is ook niet al te donker. Als je gewoon een klein beetje aanbrengt, dan brengt hij ook gewoon lekker lichtjes aan. I love it. Kijk, je ziet nou wel een heel klein beetje verschil, omdat die van Revolution iets donkerder is. Maar echt jongens, de formules zijn echt identiek. Ook gewoon de finishes, ze hebben een naturel finish. Heel erg mooi. I love it. Welke kant vinden jullie mooier? De Chanel kant of de Revolution kant? Ik vind de Revolution kant mooier, omdat die gewoon iets donkerder is. Ik zweer het, als deze Chanel er komt in zo'n soort kleur, echt, ik sla die echt gelijk in gewoon. Dan gaan we verder met concealer. En ik heb hier ook weer 2 dupes. De dure versie is mijn Tarte Shape Tape Concealer. En de betaalbare versie is mijn Be Creative Makeup Wonder Wear High Coverage Concealer. Deze twee lijken zoveel op elkaar. Een hele bekende dupe van deze concealer is de Elf Camo Concealer. Maar dat weten we nou onderhand wel. Maar ik heb ook een andere dupe gevonden. En dat is deze van Be Creative Makeup. Ze lijken ook echt allebei op elkaar. Hebben ook allebei zo'n hele grote concealer applicator. Hebben allebei een matte finish en een volledige dekking. En qua formule, ze zijn echt bijna identiek. Ik zou wel zeggen dat die van Be Creative Makeup een tikkietje meer waterig is. Maar met mijn droge huid vind ik dat juist fijn. Ik heb een Tarte in de kleur Light Medium Sand. En Be Creative Makeup in de kleur 5W Medium Warm. De kleuren lijken volgens mij niet echt op elkaar. Deze is denk ik iets meer warm. Maar qua formule jongens, echt amazing. Dus we gaan ze even aanbrengen. Tarte Shape Tape komt dus hier. Oké, ik breng ook altijd zo'n streep op mijn neus. Maar ja, dat gaat nou een beetje moeilijk met allebei. Dus ik ga dit gewoon doen met mijn Tarte Shape Tape. En dan Be Creative Makeup aan de andere kant. Ja, kijk, deze heeft een iets meer neutrale kleur. Maar allebei de kleuren matchen in principe gewoon bij mij. Oké, dan ga ik ze weer allebei uitblenden met deze spons. De ene kant gebruik ik voor de ene kant en de andere kant voor de andere kant. Kijk deze twee concealers dan. Je ziet gewoon amper verschil. Je zou echt niet kunnen weten dat ik nou 2 verschillende concealers op heb. Oké, een stap waar ik geen doek voor heb is poeder en poedercontour. Dus die ga ik eventjes allebei aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb poeder aangebracht en mijn neus gecontourd. Nou is het tijd voor fixing spray om weer een beetje hydratatie terug te brengen in mijn gezicht. Dit doe ik altijd in het midden van mijn make-up proces. En ik denk dat als je een vaste abonnee bent, ik deze dupe echt niet meer hoef te vertellen. En dat zijn deze twee fixing sprays. De dure
versie is MacFix Plus. En de betaalbare versie is de Maximo Fixing Spray van de Action. Deze van Max is 20 euro. Deze van de Action is like 3 euro of zo. En is letterlijk even goed als MacFix Plus. Er is niks aan MacFix Plus wat beter is dan deze spray. Waarvan ik kan zeggen, oké, als je iets meer betaalt, is het ook iets beter. Letterlijk niet. Ze doen letterlijk precies hetzelfde. Ze geven allebei fijne hydratatie aan je gezicht. En I love them. De Action was heel lang dicht. Waardoor ik deze fixing spray niet meer kon halen. Dus toen heb ik weer MacFix Plus gehaald. Maar dit is mijn laatste flesje. En dan gaan we weer in met deze. Dus deze ga ik soort van allebei op de helft aanbrengen als dat lukt. Ik doe gewoon zo mijn hand ervoor. Zelfs de spray, hoe die sprayt, is gewoon identiek. Oké, dan is het voor nou eventjes klaar met het gezicht. Ik ga nou beginnen aan de ooglook. En ik heb twee paletjes die super veel op elkaar lijken. En dat zijn deze twee. De dure versie is mijn Urban Decay Wild West Naked Palette. En de betaalbare versie is mijn Catrice Bronze Away Eyeshadow Palette. Deze twee zijn echt een dupe. Als je zo naar de buitenste verpakking kijkt, denk je, Sarah, wat is hier een dupe aan? Maar letterlijk de kleuren die hierin zitten, jongens. Urban Decay heeft alleen iets meer kleuren. Maar de kleuren komen echt overeen. Kijk even de kleuren in deze twee paletjes. Ze zijn letterlijk allemaal identiek. Je hebt allebei zo die felblauwe kleur. Je hebt zo'n rode bronzie kleur. Je hebt een donkere bruine kleur. Echt, ze lijken allemaal zoveel op elkaar. En nogmaals, het enige verschil is dus dat deze van Urban Decay gewoon wat meer kleur heeft. Alle beide paletjes zijn echt heel erg fijn. Het prijsverschil is echt heel erg groot. Maar alle beide paletjes zijn echt heel, heel erg fijn. Ik ben blij met beide paletjes. En ik ga hiermee even een look maken. Oké, ik ga vandaag gewoon een makkelijke bronzy smoky look maken. Want ja, vandaag is een dupes video. Dus ik ga niet al te veel aandacht besteden aan een hele ooglook. Deze kant wordt dus Urban Decay en deze kant wordt Catrice. Elke keer als ik van palet wissel, maak ik mijn kwasten schoon in dit schoonmaakding. Ik ga beginnen met deze lichtbruine matte kleur. Die heet Nudie. De kwast die ik gebruik is 228 van Zueva, een fluffy kwast. En deze kleur gaat in mijn hele arcadeboog. Uit mijn Catrice paletje pak ik deze bruine matte kleur. En die gaat hier in mijn arcadeboog. De kleuren lijken in de paletjes niet op elkaar, maar hier lijken ze wel op elkaar. Deze kleur van Catrice is iets donkerder, maar omdat ik maar een heel klein beetje heb aangebracht en het heel licht heb aangebracht, komt het echt gewoon overeen met elkaar. Dan ga ik in met een beetje roosbruine kleur Ghost Town. En die breng ik ook aan in mijn arcadeboog en ik blijf onder die andere kleur. En uit mijn Catrice paletje pak ik ook de roodbruine matte kleur. Dan ga ik in met deze donkere matte kleur, die heet Whiskey. Nou gebruik ik een platte fluffy kwast van Boosie Shop UP24. En die kleur breng ik aan in de buitenste ooghoek. En uit het Catrice paletje pak ik dan ook deze donkere bruine matte kleur. En die gaat ook hier in de buitenste ooghoek. Nou jongens, is dit identiek aan elkaar of wat? Oh my god, I love it. Al deze matte kleuren ga ik nou ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Uit mijn Naked paletje pak ik nou deze bruine glanzende kleur, die heet Rustler. En dan ga ik mijn look lekker bronzy maken. Ik breng dit aan over mijn hele ooglid. Deze kleur is echt super wowie. En dan pak ik weer die donkere bruine matte kleur Whiskey. En dan ga ik het hier een beetje inblenden met de glanzende kleur. Uit mijn Catrice paletje pak ik dan ook deze bruine glanzende kleur. Deze twee kleuren lijken echt zoveel op elkaar. Oh my god. Kijk even dit jongens. Deze kleur is van Urban Decay en deze kleur van Catrice. Ze lijken echt super veel op elkaar. En dan ga ik het hier ook weer aanbrengen op het hele ooglid. En dan ook hier pak ik weer die donkere bruine matte kleur. En dan ook weer inblenden met die glanzende kleur. Je zult nou misschien denken, Sarah, waarom gebruik je niet de fel blauwe kleur in beide paletjes? Dit omdat ik van beide paletjes al een video heb gemaakt. En in beide video's heb ik een look gemaakt met die blauwe kleur. Dus als je een look wilt zien met die blauwe kleur, bekijk dan eventjes die video's. Vandaag wilde ik het gewoon lekker bronzy houden. Ik zal ze wel eventjes allebei naast elkaar swatchen. Dan zie je hoeveel ze op elkaar lijken. Dit zijn dan de twee blauwe kleuren. Deze is van Urban Decay. Die is ietsje lichter. En deze van Catrice. Lijken ook echt super veel op elkaar. Oké, jongens. Dit ging echt toppie. Kijk even deze ooglooks. Deze kant is dus van Catrice. Lekker goedkoop. Lekker betaalbaar. En deze kant is van Urban Decay. Kost iets meer. Je krijgt wel iets meer kleuren. Maar ook dit ziet er weer prachtig uit. Je zou echt niet kunnen zien dat ik nou twee verschillende paletjes heb gebruikt. Ze lijken echt zoveel op elkaar. Dit paletje van Catrice is wel een limited edition paletje. Dus die gaat weg. Hij is nu ook uitverkocht. Maar als hij terugkomt, ik zal hem zeker inslaan.
echt geweldig. Heel deze collectie, by the way, is echt super fijn. Dan is het tijd voor mascara. En ik heb ook een mascara dupe. De dure mascara is de Bad Gal Bang mascara van Benefit. En de betaalbare is de Glam & Doll mascara van Catrice. Ik heb hier wel de waterproof versie, maar dat maakt in principe niet uit. De normale of de waterproof zijn allebei dupes van deze Benefit Bad Gal Bang mascara. Ik heb wel de kleine versie, maar de kleine en de grote zijn allebei de same. Jongens, deze mascara's zijn letterlijk identiek. Ze geven allebei heel veel volume en ze halen je haartjes goed uit elkaar. Kijk ook even deze twee borsteltjes. Ze zijn echt letterlijk gewoon identiek aan elkaar, jongens. Ze lijken zoveel op elkaar, deze twee mascara's. En ze zijn ook echt allebei geweldig. Ik vind deze Benefit Bad Gal Bang mascara de beste mascara van Benefit. Deze van Catrice is ook echt geweldig. Werkt echt precies hetzelfde als deze van Benefit. Dus ik ga even allebei aanbrengen bij beide ogen. Oh jongens, deze twee geven echt zoveel lengte aan mijn crappy, super korte, slechte wimpers. Dit oog heeft echt betere wimpers op het moment dan dit oog. Dus dit ziet er echt iets beter uit. Maar dat heeft niks te maken met een mascara. Dat is gewoon echt omdat deze wimpers gewoon er echt wat beter uitzien. Maar echt allebei super fijn, I love it. Oké jongens, daar ben ik weer. Ik heb ook een winged eyeliner aangebracht. En de wimpers die ik op heb zijn deze van de Primark in de stijl 723. Echt prachtige wimpers. Nou ga ik verder met mijn gezicht. Ik ga geen poeder bronzer aanbrengen, want ik heb al die Chanel en XX Revolution cream bronzer op. Dus we gaan verder met blush. En voor blush heb ik ook echt een geweldige dupe. De dure blush is mijn Too Faced Papa Don't Peach blush. En de betaalbare versie is de Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Deze twee lijken zoveel op elkaar. Kijk even hoe cute deze verpakking van Too Faced is. Echt, Too Faced heeft altijd de meest schattige verpakkingen ever. Deze verpakking wint het echt van deze Milani verpakking. Maar deze twee kleuren lijken zoveel op elkaar. Het zijn allebei peachy glanzende kleurtjes met echt best wel wat glans. Deze Too Faced blush, hij ruikt ook echt naar peach. I love it. Oké, dit zijn dan de twee kleuren naast elkaar. De onderste is Too Faced en de iets lichtere is van Milani. Allebei een beetje roze peachy en allebei heel glanzend. Echt jongens, als je deze twee blushes aanbrengt, je ziet echt letterlijk geen verschil. Ik ga beginnen met deze peach blush. Oh, die geur is zo lekker. Ik wil er gewoon heel te aan ruiken. Ik wil het gewoon opeten. Oké, ik begin dus met deze peach blush. Van Too Faced. Echt een hele mooie blush. Alleen wel echt glanzend. Deze zitten echt op het randje van waar ik van hou. Ik hou van een glanzende blush. Maar het mag niet too much zijn. En deze twee blushjes zitten echt naar mijn smaak echt net op het randje. Als ze iets glanzender waren geweest, had ik het echt too much gevonden. Ik maak mijn kwast weer schoon. En ja, je kwast wordt echt schoon hier hoor. En dan de Milani blush. Kijk dan, dit is toch echt identiek aan elkaar. Oh my god, stop it. Jullie kunnen mij niet zeggen dat jullie het verschil zien. Echt, ze lijken zoveel op elkaar. En omdat ze zo glanzend zijn, hoef je ook gewoon eigenlijk gewoon bijna geen highlighter aan te brengen. Kijk, ze geven allebei al zo'n glow. Zie je dit? Maar natuurlijk ga ik wel een highlighter aanbrengen. Want ook hiervan heb ik twee producten. En dat zijn deze twee producten. De dure highlighter is mijn Huda Beauty Glow Obsessions Palette in de kleur medium. En de betaalbare is mijn H&M Illumination Luster Powder in de kleur Luminous Gold. Deze twee lijken echt op elkaar. Deze van Huda Beauty is echt mijn fave op het moment. Dit is een paletje met vier kleuren. En ik heb een dupe gevonden van deze lichte kleur. En zoals je kunt zien is dit ook de kleur die ik het meest gebruik. Ik mix altijd deze met de kleur eronder een beetje om het iets donkerder te maken. En dan heb ik hier deze H&M highlighter en die is letterlijk een dupe van deze lichte kleur. Ze lijken zoveel op elkaar jongens. It's amazing gewoon. Als je ze allebei aanbrengt, je ziet echt letterlijk geen verschil. Het enige wat ik wel moet zeggen, dit paletje van Huda Beauty is echt amazing en hij voelt iets meer boterachtig aan dan deze van H&M. Die van H&M is iets meer poederig. Dus je betaalt wel iets meer voor dit paletje, maar je krijgt nog drie kleuren. En de formule is ook echt iets beter dan deze van H&M. Maar neemt niet weg dat deze H&M highlighter gewoon echt prachtig is. Oké, laten we ze gaan aanbrengen. Jongens, dit paletje. Ik heb hem nog niet eens lang en de kleur is al gewoon bijna op. Ik gebruik hem echt bijna elke dag. Deze ga ik dus aanbrengen aan deze rechterkant. En dan de H&M highlighter aan de andere kant. Nou jongens, ook weer hier. Je ziet echt letterlijk geen verschil. Zien jullie verschil? Ik gewoon niet. Allebei prachtige gouden highlighters. Ik ga deze van H&M ook eventjes gebruiken voor highlighter op mijn neus.
Als laatste de lippen. En ik heb een lipolie dupe. De dure lipolie is van Clarins. De Lip Comfort Lip Oil in de kleur 07 Honey Glam. En de betaalbare versie is mijn Essence The Glowing Gold Caring Shimmer Lip Oil in de kleur 01 Heart of Gold. Deze twee zijn ook echt een dupe van elkaar. Ik hou van deze Clarins lipolie. Als je me al een tijdje volgt, weet je wat voor fan ik ervan ben. Vooral deze. Deze, hij is ook al echt bijna op zoals je kunt zien. Echt amazing. Deze lipolieën van Clarins zijn echt de beste lipolie ever. Maar toen zag ik dat Essence ook met een lipolie uitkwam en ook zo mooi goud en glanzend. Je hebt hem in twee kleuren en ik heb de kleur 01 Heart of Gold. En ik dacht, dit is toch echt gewoon een dupe van die van Clarins. Die van Clarins is ietsje meer donker, maar jongens, je ziet echt amper verschil. Het enige verschil wat er wel is, is dat deze van Essence iets meer plakkerig is en dat is deze van Clarins niet. Maar voor de rest, ik vind ze echt gewoon allebei fijn. Ik ga wel eerst een lippotloodje aanbrengen. Deze van Nabla in de kleur 5. Oké, en dan ga ik beide aanbrengen zo op de helft van mijn lip. Hopelijk lukt dat een beetje. Ik ga beginnen met die van Clarins. Ook heel mooi glitterig. Er zit in beide lip olie en glitter. En dan aan de andere kant Essence. Nou, ook weer hier, je ziet echt letterlijk geen verschil. Als je heel dichtbij zou gaan kijken, zou je wel zien dat die van Clarins iets meer geel is, zeg maar. Iets meer geel-goud en iets meer glitters heeft. En dat die van Essence iets meer doorzichtig is. Maar ja, zo op de lippen, je ziet echt amper verschil. Ze zijn echt allebei super mooi. I love it. Nou, en dan zijn we klaar, jongens. Nou, jongens, wat vinden we van de look? Ik vind het echt een prachtige bronzy look. Deze kant is dus met allemaal dure producten. En deze kant met allemaal betaalbare. Jongens, je ziet echt letterlijk geen verschil. I love it. Al deze producten die ik vandaag heb laten zien, sta ik dus echt allemaal achter. Zowel de dure als de betaalbare producten. Het zijn gewoon echt allemaal fijne producten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer zo'n dupes video te zien. Let me know beneden in de reacties wat je van de video vond, wat je van alle dupes vindt. En of jij ook leuke dupes hebt die je aan ons kunt vertellen, want dan ga ik ze misschien ook wel halen en proberen. Ik vind echt oprecht dat je niet kunt zien wat de betaalbare kant is en wat de dure kant is. I love it. Echt fantastisch. Zoals altijd hoop ik ook weer dat ik jullie lekker heb vermaakt vandaag en een lach op jullie gezicht heb gebracht. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!